Stephanie, welkom. En fijn dat je wil vertellen hoe jouw reis als online business expert gaat. Wil jij eens vertellen waar liep jij in je werksituatie voorheen tegenaan voordat je de stap maakt om te starten als online business expert? Ik vond het vooral heel lastig dat ik mij moest gaan verantwoorden aan mijn baas. Waarom dat ik bijvoorbeeld een dag niet kon komen werken, omdat bijvoorbeeld mijn dochter ziek was en in het ziekenhuis lag. Vooral dat was voor mij een reden waarom dat ik op zoek was naar iets anders. Ik vond het vreselijk lastig om mij te gaan verantwoorden. Ik kan vrij moeilijk om met autoriteit. En van daaruit ben ik eigenlijk echt wel tegen een harde muur aangebotst. En dan heeft mijn huisarts eigenlijk wel beslist voor mij om echt wel thuis te gaan blijven. En dan was dat met heel veel weerstand. Toen ben je eigenlijk bij het begrip online business expert terechtgekomen en ontdekte je eigenlijk dat je vanuit thuis heel goed kan starten als online ondernemer. En wat was jouw grootste drive om dat te doen? Wat wilde jij heel graag bereiken? Goh, ik wilde vooral zelf groeien en ook andere mensen ook laten groeien. Dus eigenlijk hoofdzakelijk dan ondernemers die ook waarschijnlijk veel online actief zijn. Omdat ik ook wel zie dat er daar echt wel veel vraag naar is. Ja, dus je merkt dat het in België wel een opkomst begint te komen en dat er ook animo voor is. Ja, zeker. Ja. Wat hield jou in eerste instantie tegen om ja te zeggen om te switchen naar online business expert? Vooral enerzijds de werkzekerheid en de zekerheid van een inkomen Ja. dat ik zou verliezen. En uiteindelijk heb ik nu wel de knoop doorgehakt en heb ik me daar echt wel kunnen overzetten. En wat heeft je doen besluiten om er toch voor te gaan? Mijn ambitie vooral. Mijn eigen groei. Ja. En ik wou ook veel meer tijd voor mijn gezin en dat maakt het ook wel mogelijk. Ja, en hoe zie jij jouw grote droom voor je als stel voor over 1 jaar of 5 of 10? Wat sta je dan? Goh, eigenlijk is dat hetgeen dat ik nu mijn klanten naartoe wil brengen. En dat is toch wel een bedrijf van toch, een 500.000 omzet, 1 miljoen omzet, misschien meer. En daar wil ik toch echt wel zelf ook naartoe. En ik weet ook van mezelf dat ik het ook in mij heb. En dat moet er natuurlijk uitkomen. Maar dat geleidelijk aan heb ik wel het gevoel dat dat er geleidelijk aan begint uit te komen. Het is wel op een ander tempo dan bij bepaalde anderen. Ja, dat komt ook omdat je eigenlijk nog 2 hele jonge kinderen hebt. Hey, en je neemt nu ook taken uit handen voor ondernemers. Je helpt ze ook met de online marketing om meer te groeien, meer zichtbaar te zijn. Ja, zeker. Je adviseert ze en coacht ze op sommige vlakken ook, want dat hoort er ook bij. Ja. En je kunt als online business expert kiezen voor alleen taken uit handen nemen of combinatie of alleen coachen en adviseren. Zie je dat in de toekomst veranderen, dat je misschien alleen maar richting coachen of adviseren gaat? Goh, ik wil sowieso toch wel exclusief mijn diensten aanbieden voor maximaal 4 tot 5 mensen. Omdat dat ook sowieso het maximum aantal uren is dat ik daar wil insteken. Maar dan komt er wel ruimte vrij om echt wel op een heel andere manier met ondernemers te gaan werken. Vooral dan coachen, ondersteunen, adviseren. En wil je ook echt groeien naar een bedrijf van 500.000 of 1 miljoen, dan zul je natuurlijk ook op een andere manier moeten gaan werken om daar te komen, hè? Ja, dan zie je jezelf in de toekomst wel meer ook richting misschien een eigen programma of alleen coachen of adviseren of iets in die trant. Ja, dat is sowieso de bedoeling. Daar ben ik ook al mee bezig. Heb je nu al een product of dienst opgezet op dat vlak? Nog niet opgezet, maar ik heb zo'n boekje dat ik aan het bijhouden ben met ideetjes daaromtrent. Maar in welke vorm dat ik dat ga aanbieden, dat weet ik nog niet. Nee, precies. Hoe is online marketing voor jou? Wat betekent dat voor jouw bedrijf en voor de groei van de bedrijven van jouw klanten? Ja, de online marketing is tegenwoordig echt wel heel, heel, heel belangrijk geworden, want heel wat potentiële klanten gaan ook zelf gaan zoeken op internet. En dan is het ook wel heel belangrijk dat ze die zichtbaarheid creëren om gemakkelijker gevonden te worden. Want iets die bij veel coaches terugkomt, is het feit dat ze geen klanten vinden. En daar is het internet echt wel een antwoord op. Ja, tv wordt eigenlijk minder en steeds meer mobiel en social media zijn allemaal belangrijke kanalen inderdaad. Ja, aan wie zou jij aanraden om te starten als online business expert? Zeker ook wel coaches die daar eigenlijk in die richting werken. Vooral
business-experts bijvoorbeeld, die echt wel nog dieper willen erin gaan. Want ik heb ondervonden dat er heel wat businesscoaches zijn die hun er echt wel proberen in de markt te zetten als businesscoach, maar die eigenlijk toch echt wel de achtergrond missen. Mm-hmm. Maar dan zou ik ook wel al een keer durven denken aan freelancers die zich specialiseren in marketing bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want ja, dat is ook wel een groep die nu momenteel, en zeker op de Belgische markt, een opleiding volgen, maar dan eigenlijk in de praktijk daar heel weinig mee kunnen doen. Kijk, ja. Ja, en de doelgroep is eigenlijk heel erg breed, hè? Dus ja, als je geïnteresseerd bent in groei, om anderen ook te helpen met groeien, dan ja, en je hebt net zoals jou zo'n hoog ambitieniveau, ja, dan kom je er zeker, hè? Ja. Nou, dus Stephanie, dank je wel voor jouw tijd en je openhartigheid. En ik wens jou ook heel veel succes.